Wij nemen patatjes. Welkom bij een nieuwe video. Lang zal leven. Het is een interessant cadeautje voor hem, maar vooral heel belangrijk voor ons. Ja, we hebben heel erg ons best gedaan. En dit is het resultaat. Lang zal leven, lang zal leven. Goedemorgen Jessie. Goedemorgen. Het is jouw verjaardag vandaag, hè? Even wachten hoor. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hippe de piep. Hoera. Wow. Zijn die voor jou? Wow. Ga je kroelen met de zebra? Oh, hij is nu al zo. Oh, ja. Dit heeft mijn voeten. Oh nee, zijn voeten. Oh nee. Waarom gaat hij niet omhoog? Omdat daar gewoon een lucht in zit. Die kan je gewoon gooien. Kijk hoe groot deze is, Jessie. Ik wil ook zitten. Ja, dat dacht ik al. Dat kan niet echt. Ja, je kan er niet op zitten, maar je kan hem wel meenemen. Hé, hey, maar kijk eens wat hier ligt, Jessie. Dat is een heel groot cadeau voor jou. Doe je wil. Doe. Zullen we gaan knippen? Ja. Ik wil het gemaakt maken, dus ik kan het al openmaken. Wacht maar op. Ik kan het al openmaken. Ja, lukt het ook? Ja, die is moeilijker, hè? Kan je deze wel nog knippen? Oké. Ja. Oh. Een step. Zetten. Ja, dat is niet de kerstboom. Oh, in je kamer. Ja, maar zal papa niet in elkaar zetten? Dan kan je misschien mee spelen. Hij heeft een grote kamer, maar om daar nou te gaan steppen. Ik wil deze in mijn kamer. Je wil hem even in je kamer zetten. Okay. Zeg, Boef, wat denk je ervan? Zijn we klaar? Ja, we moeten vlees halen namelijk. Voor je verjaardag, voor je feest. Maar ik wil geen vlees voor mijn verjaardag. Je wil geen vlees voor je verjaardag? Nee, maar jouw bezoek wel. Jouw bezoek wel. En, het is wel zonde. De zebra, die heeft het wel geteld, een half uur overleefd. We gaan hem zo meteen ritueel begraven. Hey! Nou, we zijn inmiddels thuis van de slager, papa Hel. We zijn bij de slager geweest en we hebben. We hebben lekker kipbroodjes gehaald en biefstuk. En gehakt en asperrips. Van alles en nog wat. Nu lekker aan het koken, want oma die is er bijna. En
tante Jenny en oma Marius, die komen ook nog. René is bijna klaar, die was wel aardig stressed van werk. Druk. Dus we gaan even ontspannen. Ik heb heel het heel beneden schoongemaakt. Beneden. En boven gaan we morgen vroeg doen. We moeten ook werken morgen, dus dat gaan we even doen. Zo, Jesse Silver en ik komen thuis. En daar ligt post. Maar dat was niet voor mij. Die was voor wie? Voor mij! Voor jou? Hoe kunnen we dit nou doen? Je moet deze zo en dan moet je deze eruit trekken. Oh, die is wel heel leuk. Even wachten. Wat staat hier? Hoe oud ben jij geworden? 4. Ja, wat is dat dan? 4. Ja, is van tante Anneke en oom Adriaan. Oei. Wat zou daar nou in zitten? Een slimme draak. Een draak! Wow, wat is dat nou voor stoere kaart? Wacht even. Ga je het voorlezen? Oké. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd op je verjaardag. Je krijgt een kusje van tante Suus. Is die van tante Suus? Zal ik even kijken? Opa Gino en oma Petra. Even kijken wat hierin zit. Wat zou daarin zitten? Wow! Wow! Today the coolest kid in the galaxy turns 4. Wow! Ga je even voorlezen? Ja, dat wil ik wel. Lieve Jesse Silver, vandaag word jij 4 jaar. Wat ben jij toch een lieve wijsneus. Je mag nu naar school, dan kunnen ze daar van je gaan genieten. Hartelijk gefeliciteerd met jouw 4e verjaardag, Jesse. Fijne dag, we zien jou zaterdag. Knuffel en kusjes, opa Rolf en oma. Love you. Oh, dat is lief. Heb je gewoon 3 kaarten gekregen? Die passen wel mooi bij jouw verjaardagsslingers, hè? Ja. Nou. Ik wil een spelletje doen. Oh, je wil een spelletje doen, oké. Met jou. Zo, Sergio is inmiddels ook thuis. Jesse Silver ligt al lekker op bed. En Sergio is bezig met de voorbereidingen. Zijn pocketta. Zijn vaksbuikje. Buikspekkie. Mm-hmm. Met tijm en rozemarijn en salie. En knoflook. En peper en zout. Een beetje olijfolie. Een beetje venkelzaad. En dat was het, denk ik. En hier heb ik er gehakt. Dat heb ik volgens mij wel verteld. Want die heb ik uit jouw boek. Uit Somebody Feed Phil boek. En nu ben ik... en hier de kip. Dat is uit het Somebody Feed Sergio boek. Dat is mijn recipe. En nu ben ik dus zandkoekjes aan het bakken voor de bodem van de cheesecake. Ja, die moeten nog een paar minuutjes. Gaat wel altijd lekker. Lekker, hè? Ik denk dat ik er wel eentje moet testen van tevoren. Denk het ook wel. Ja. Denk het ook. Ik ben nou beslag aan het maken voor de cheesecake. En dan heb ik dus nog het een en ander besteld. Dat komt morgen binnen. Dus dan kan ik pas een gekarameliseerde hazelnootje maken. Voor de dark chocolate mousse. Oh ja. Wel een beetje uitgeblust. Ja. Yeah. Ik zou liever gewoon lekker met jou op de bank hangen. Ja. En het komt na het weekend wel weer. Dus even wat Ja, precies. Wat rustiger. Ja, en we hebben een beetje zenuwen over het springkussen die we hebben besteld. Ik mag ook maar eventjes bellen. Want we hebben hem namelijk niet besteld, maar gekocht. En dan vinden we het sowieso leuk om het in ons bezit te hebben. Zo. Steam. Ja, mag nog eens. Maar ja, dan wel graag ook voor zijn feestje al. Ja. Anders zou het wel een beetje zuur zijn. Andere leuke cadeautjes wel voor hem onderweg. Het is een interessant cadeautje voor hem, maar vooral heel belangrijk voor ons. Ja, ja zeker.
We hebben namelijk een... En die heb jij goed gevonden, want ik had al een paar keer gekeken, maar ik kon niet echt iets vinden. We hebben namelijk een GPS-horloge gekocht. Omdat, ja, ik vind het gewoon doodeng dat als hij nogal eens wegrent of zo... dat we hem terug kunnen vinden of we hem kunnen contacten of iets. En zeker als we daar naar het buitenland gaan... ik wil dat gewoon hebben. En we hadden zo'n AirTag. En dat was oké. Maar daar hadden we sowieso geen accessoire voor. Dus geen horloge. Wat daarbij hoort. Dan heb je zo'n Ali-ding. Die er dan wel voor gemaakt is. Maar ja. Voor geen meter blijft zitten. Dus hij verliest hem telkens. Dus dan heb je er ook helemaal niks aan. Nee, dat was ook niet fijn. Dat hoorde er ook gewoon officieel niet bij. Maar ja... Wij vergeten het dan op de momenten dat we denken van, staan we daar? En dan denk ik, ja, nu hadden we hem mee moeten nemen. Dus ja, dat... Dus ik heb eigenlijk gewoon liever iets wat hij altijd om kan hebben. Halleluja! Halleluja! Wat? Dat is gewoon... Ik dacht ineens aan gospel. Een littekentje meer of minder maakt dat nee, niet meer uit. Nee, die klauwen van mij zijn... verpest. Ze noemen mij ook, mijn handen ook gewoon de Scarface onder de koks, zeg maar. Ja. Ik heb echt een maffia handen, zeg maar. Ja, het is gewoon... ja, die moeten even afkoelen. Ja, oké. En dan roep ik jou. Is goed. Zo, het is alweer nachtwerk geworden. Maar de cheesecake staat erin. Wij gaan lekker naar bed. Ruim een uur. Dan krijg ik een signaaltje op mijn telefoon, dan ga ik wel even kijken. Maar we gaan al wel alvast even slapen. Een hele goeiemorgen, mijn ogen worden steeds kleiner, zie ik. We zijn alweer begonnen met koken. Ik heb de cheesecake staat in de koelkast, die hou ik nu eventjes als verrassing. Maar ik heb nu toch weer zo lekker gezet. Een donkere chocolademousse met gekarameliseerde hazelnoten. Dat klinkt toch... fantastisch. Wat hebben we daarvoor nodig? 150 ml melk, 300 ml slagroom, 3 eidooiers of 2, hele grote, maar ik heb er nu voor 3, want ze zijn wat kleiner. 2 lepels, eetlepels honing of aronsiroop, 180 gram donkere chocolade en 1 eetlepel suiker. Nou, wat zijn precies de stappen die je moet volgen? De slagroom, volle slagroom, ik heb 40% vet, zit nu in de mixer. Die moet je lekker goed mixen, ongeveer 2 minuten medium hoge stand. Hij moet pieken trekken, maar hoeft niet super hard te zijn. Die zet je daarna in de koelkast. De melk, die zet je in de pan. Die laat je warm worden totdat hij een beetje gaat belletjes geven, maar hij moet niet koken. Dan zet je die uit. In een andere bak doe je de eieren, suiker, je siroop naar keuze, dus honing of wat dan ook. Die mix je goed door elkaar heen. Dus met een garde gewoon eventjes goed opkloppen. Als je die goed hebt opgeklopt, giet je ongeveer een kwart van de hete melk in je eierenmix. Goed mixen, dan doe je de rest erbij. En lekker doormixen. Dan gaat dat allemaal terug in de pan. Laat je het even weer opwarmen. Niet koken. Goed blijven roeren, want hij moet gewoon een beetje indikken. Maar als je gaat koken, dan met het ei en zo, dan gaat het stollen. Dat wil je niet hebben, dus... goed opwarmen met zo'n rubberen pannenlikker zo. In de pan blijven roeren. En als je een streep kunt trekken op je pannenlikker en je vinger blijft erin staan, nou ja, niet je vinger, maar de afdruk van de streep van je vinger, dan is die goed. Dan haal je hem van het vuur af en dan kun je verder met de volgende stap. Kijk, dit is de slagroom. Ja, in het boek staat 1,5 minuut. Bij mij in de machine duurde het bijna 10 minuten. Dus dat is eventjes persoonlijk. Maar dit is dat je er pieken van kunt trekken. En het belangrijkste is dat je erop let dat je slagroom niet warm wordt. Dus haal hem gewoon supergoed gekoeld uit de koelkast. Dan kun je hem lekker lang kloppen. En dan wordt hij dus dit. Oh, 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 oh
dit gedeelte is een beetje tricky, want het kan echt wel even duren, maar daar moet je echt geduld voor hebben. Dus pak er een kopje koffie bij, een leesboekje misschien, of iets anders leuks voor vermaak. Want het eiermix die gaat langzaam, maar zeker ingekookt worden, totdat hij een soort van ja, een beetje stroperig wordt. Dan is het klaar. Maar je mag zeker niet koken. Dus ja, begin gewoon wat laag. Denk je duurt te lang, zet hem dan iets hoger. Maar ga zeker niet even poepen of zo. Want dan ben je wat te laat. Zo, ik heb hier echt wel eventjes gestaan. Ik denk bijna een half uur. Lekker blijven roeren. Oh, de lens beslaat. Maar ja, dit moet het dus worden. Zie je dat? Eigenlijk nog een klein beetje dikker. Maar ik heb nu het vuur uitgezet. Dus hij kookt nog een klein beetje door. Of... ja, niet koken, maar dat hij een beetje verdampt. Zo, even de lens. Zo, beter. En dit is dus eigenlijk het leukste gedeelte van dit recept. Want dit gaat hierin. We halen het wel even door een zeefje voor mogelijke klontjes. En dan kan je 10 minuten laten staan. Zodat de chocola even smelt. Dan heb je eindelijk tijd om eventjes een kopje koffie te pakken. Kijk, na een paar minuten wordt die chocola helemaal zacht. Dan kan je maar rustig aan doorheen gaan spatelen. Ja, ik heb nu de chocolade custard in de machine. Ik heb helemaal leeg geschraapt. En dan langs de garde zeg maar, de spatel afgeschraapt. Zodat je echt het hele mengsel erin hebt zitten. Zo, zoals je ziet hebben we dus een mooie homogene chocolade mengsel. Nu gaan we de slagroom doorheen doen. En belangrijk is dat je het rustig doorheen gaat spatelen. Want je hebt natuurlijk heel veel moeite gedaan om die slagroom op te kloppen. En ga je dan aan de rand van de bak tikken. Wat heel veel mensen vaak doen. Ja, tik je een beetje de lucht eruit. Dus heel rustig er doorheen spatelen. Begin eerst met een kwart van je slagroombeslag. Rustig er doorheen spatelen. Je mag best nog wel wat slagroomstrepen zien. Dus het hoeft niet helemaal super gemengd te zijn. En dan doe je de rest erbij. Vouw je hem als het ware nog een paar keer goed door elkaar. En dan kun je de chocolademousse verdelen over je bakjes. Naar keuze. Zo, deze cuties gaan we even afdekken en in de koelkast zetten. Want daar komen dus nog de gekaramelliseerde hazelnoten bij. Alleen daarvoor moet ik wachten op de cacaoboter. En die komen ze pas zo meteen brengen als ik ben werken. Dus dat gaan we vanavond afmaken. Ook kreeg ik net de track and trace binnen van het springkussen. Dus, en het blijft als goed is ook nog droog. Dus waarschijnlijk vallen alle puzzelstukjes als een prachtige puzzel in elkaar. Het is nu wel echt tijd dat het feest gaat beginnen. Want ik sta al 3 dagen te koken. René is al een week aan het inkopen en aan het voorbereiden. Maar nou zit echt uit zo'n party. We hebben heel erg ons best gedaan. En dit is het resultaat. De slingers had je al gezien natuurlijk. Maar nu hebben we dus ook overal nou ja, een aantal mooie grote heliumballonnen. Met touwtjes eraan. Dus dan kunnen ze lekker altijd naar beneden trekken. Hier en daar allemaal ballonnen. De banken. Daar ballonnen. We hebben inderdaad de bank even anders gezet. Flinke ruimte zo, hè. Ze kunnen er ook overal de banken gewoon lekker neerploffen. Hier hebben we dus onze fotobooth gemaakt. René heeft superleuke ballonnentoog gemaakt. En hier alle maskertjes en alle andere attributen. Om een kick foto te maken. Maar het is nu bijna 1:15. Jessie die staat ongetwijfeld 6:15, 6:30 aan ons bed te trappelen. 1:15. Mag ik tv kijken? Nou, ik denk morgen, normaal gesproken vind ik 7 uur een beetje het minimum. Ik denk ik morgen vroeg gewoon lekker al de tv aanzet voordat die komt. Zodat wij nog eventjes even een klein beetje door kunnen slapen. Ja, maar ook weer niet te lang. Ook niet te lang. Want om 12:00 begint het feest al. Maar ja, we zijn... Proost. We zijn wel zo goed als klaar eigenlijk.
hebben goed voorbereid aan het eten en zo. Ja, wat ik jullie dus helemaal niet meer heb kunnen laten zien. Althans, had wel gekund. Maar ik ben thuis gekomen. René was bezig. Ik ben meteen gaan koken. Waren de gekarameliseerde hazelnoten. Die heb ik dus wel gemaakt. Dat zijn deze. Wederom eigenlijk vrij makkelijk. Nou, niet wederom. Deze waren makkelijk. Dus er waren wat moeilijkere dingetjes in dit recept. Twee eetlepels water. 3,5 lepel suiker. Die zet je op. Zo. Die zet je op het vuur. Die laat je lekker koken. Dan gaat op een gegeven moment het suiker gaat karamelliseren. Als je aan de randen ziet dat die lekker donker wordt, doe je de 100 gram hazelnoten erbij. Die hak je even door midden. Hazelnoten erbij. Lekker doorspatelen weer. Als die hazelnoten een mooi goudbruin kleurtje krijgen, dan doe je er 2 eetlepels cacaoboter erbij. Dat zijn die witte chocoladedruppels, maar dan die echte. Of als alternatief kun je ook kokosolie gebruiken. En dat spatel je er lekker doorheen. En als die een beetje is ingedikt, dan zijn ze eigenlijk klaar. Dat zou dan alweer op het moment dat je de cacaoboter erbij doet, na een minuutje. En dan in het recept staat dat je het op een bakpapiertje kunt leggen. En dat je het dan zodra het een beetje afkoelt, want dan wordt het hard, dat je het dan kunt breken. Als je het uitsmeert op een bakpapiertje. Ik persoonlijk vond dit makkelijker. Ik heb het gewoon in deze bak gedaan. En ik blijf het gewoon de hele tijd los roeren. Dat gaat natuurlijk niet met één hand. Maar dat vond ik persoonlijk makkelijker. Gaat het? Het is 1 uur. We hebben inmiddels onwijs trek gekregen. We hebben natuurlijk de Holy Burgers. De heerlijke Portugees gekruide hamburgertjes. We hebben de Indonesische gekruide kip. We hebben zelfgemaakte saté-saus. De cheesecake. En de chocolademousse staat hier ingepakt. Daar gaat morgen de hazelnoten bij. Hummus. Ik heb zelf... Oh ja, dat heb ik ook nog eventjes gedaan. We hebben nog de paquetta hier staan natuurlijk. Die moet nog een uur. Maar we hebben ook nog brood. Dus het wordt een feestje. Dus laten we maar lekker naar bed gaan. Ja? Laten we dat maar doen. Dus welterusten en tot morgen. Tot morgen. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Wat zie je allemaal? Hè? Wat zie je allemaal? Diertjes! Diertjes! Krijg jij een jinglefeestje dan? Misschien zo. Moet je wel goed pakken. Ja! Goed zeg. Dat was cool, hè? Ja. Ik spring van die aanpakken. Echt? En toen pakte jij hem? Ja. Ben jij gegroeid of zo? Omdat je 4 bent? Wow. Pakken ik hem. Wat? Oh! Mag weer pakken en wachten. En dan pak ik hem. Oh joh. Het gaat snel. Het is niet zo goed in het hoor. Schoenen uit! Ja, schoenen uit. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria.
de gloria. In de gloria. Hippodapiep, hoera! Hippodapiep, hoera! Woe, doe maar blazen! Goed zo! Woe! Nou, dat wordt taart eten, jongens. Het is een cheesecake geworden. Als het goed is. Wat is een cheesecake? Lekker. Ja, maar nee, het is echt goed stuiten. Hey, Happy! Ja. Dag, knappie! Wow! Het zonnetje is wel lekker. Zo! Je haar wordt statisch! Hey, kijk jullie uit. Zo. De druk, grote drukte is weg. En het werd wat koud. Dus dan gaat hij toch gewoon lekker naar binnen. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Is het anders dan het tentje? Kijk. We hebben gewoon een springkussen binnen. Ja. Nou, pas prima. Nou, wat dan? Niks meer aan doen. Het is beter toch? Ja, beter. Het is ook tenminste een beetje warm. Goedemorgen. Zo, we zijn allemaal een beetje aan het bijkomen van een hele leuke lange dag gisteren. Kijk, hierachter hebben we zoveel mogelijk fotootjes gemaakt van het feestje. Superleuk. Oma Anja, opa Rolf en Olaf zijn gewoon gezellig blijven slapen. Ondertussen heb ik een uur gedaan over dit kring in elkaar te zetten. Hij is wel superleuk, maar niet zo makkelijk om in elkaar te zetten. Maar hij zit er. Hier ligt een cadeautje van Jessie van oma Elsje. Kijk hè. Dan kunnen we bekijken hoe lang Jessie is geworden. Hè? Gaan we zo even ophangen. En een spelletje van oom Carlos van Olaf. Ik denk dat Jessie al zeker 1,10 euro is. Ik denk ook zeker 1,10 euro. Hier alle andere gave spelletjes. Van tante Laura dit dartboard gekregen. Dit schijnt een superleuk spel te zijn. Van de buurtjes gekregen. Tante Suus van oma Anja. Oh, kijk nou. Superleuk. Voor zijn school. Zo. En van zijn buurman Faas. Kijk nou wat een leuke dingen allemaal. Je bent goed verwend, hè, Jessie? Ja. Echt wel. Ik heb een sackboy. En we hebben dus een horloge voor hem besteld. Samen met opa Gino. We moeten nog even kijken hoe dat precies werkt. Want we willen hem eigenlijk vooral gebruiken vanwege de GPS. Zodat we goed in de gaten kunnen houden waar die is. Als er wat aan de hand is. Hè? Ja. Dat moeten we even uitzoeken. Zeker. Maar toen ik gisteren ging kijken, was hij nog niet helemaal accuraat. Want toen zei hij dat we in Poeldijk waren. En daar wonen we niet. Daar zitten we niet. Nee. Maar goed. We gaan even verder met opruimen, denk ik. Dat lijkt me goed. We zijn gezellig. Ik kijk duin. Want het zonnetje schijnt. Het is geen dag om binnen te blijven zitten. Opa en oma die zijn even nog gezellig mee. En Jesse Silver zag gelijk de draaimolen, eindelijk, de carousel, hoe noem je dit? Eindelijk de kans om weer in de... Ja, dat is een goeie. Volgens mij kan het allebei. Mijn draaimolen gaat zo omhoog, volgens mij. Reuzenrad. Dan heb je nu een kleine reuzenrad.
Ja. En een grote reuzenrat. Oh ja, nee, oké. Okay. Dit is een kleine carousel. Ik voel carousel, vind ik wel mooi. Ja. Houden we carousel aan. En dat was eigenlijk open. Zo, nou, wat heeft hij uitgekozen dit keer? Hey! Zo, opa en oma zijn weg en Jesse Silver die is even de auto aan het wegzetten. Ik dacht dat jij 4 was geworden. Niet 18 of 17. Ging jij gewoon, heb je al een rijbewijs? Ja, doei. Oké, doei. Doei. Mag niet lachen. Ik mag niet lachen. Misschien een grote mond heb jij. Hè? Nee, nee. Ik deed niks. Zo, het was weer een drukke weken. Ja, inderdaad. Maar hopelijk vonden jullie dit weer een leuke, gezellige video. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, het belletje aan te zetten. En dan zien we jullie graag bij de volgende video. Ciao. Dankjewel voor het kijken. Ik wil het laten zien. Geef maar een kusje. Kijk. En we hebben heel veel foto's gemaakt met opa, wat ik met oma Petra en met opa Dino. Ja, en met opa Rolf en oma Anja en Olaf en nou, heel veel.